tweede Nederlander, Emiel Berghout. Emiel Berghout is de tweede Nederlander geworden. Drie uur voor de start neem ik een bakje koffie en drie boterham met jam. Anderhalf uur voor de wedstrijd neem ik B-Carb System van Morten en ik neem nog tijdens het ontbijt één Morten bidon. Het wordt wat kouder, dus ik neem mijn sleeves mee, maar ik weet niet of ik ze aan ga doen. Dat ga ik op dat moment zelf wel bekijken. Met welke schoenen gaan we lopen vandaag? Vandaag gaan we lopen op de Alphafly 3 Electric. En de Alphafly 3 Electric heb ik van Altrix. En op Altrix heb je allerlei soorten hardloopschoenen met heel vaak ook nog goede aanbiedingen. Zoals de aanbieding: als je Emiel 5 invoert bij checkout, krijg je 5% op alle hardloopschoenen. Ook op bijvoorbeeld als je een Alphafly haalt, 5% eraf. Allemaal soorten schoenen, net als dat ik hier heb. Mooie Invincibles, Hoka Skyflow, Pegasus. Altijd een lekker schoentje voor de duurlopen. Emiel 5, 5% korting bij checkout. Het was ongeveer anderhalf uur rijden richting Eindhoven. En ik wil graag op tijd zijn, dus we gingen lekker vroeg onderweg. Krisha, mijn vriendin, ging mee om te filmen en te rijden, wat echt perfect is. Dus ik kom met de beentjes omhoog. Zoals ik al zei, als voorbereiding gebruik ik ook wat B-Carb System 15. En die moet je dan anderhalf uur voor de wedstrijd innemen. Daarnaast heb ik elke 5 kilometer een bidon met Morten en de laatste 2 met cafeïne. Na een zeer soepele tocht kwamen we aan in Eindhoven en we gaan richting de start om de wedstrijd te beginnen. We hebben een doel om met het kanaal 10.000 volgers te krijgen voor het eind van dit jaar. We zijn al hard op weg, dus als je me wil helpen, subscribe. En dan zal het super prettig zijn, want ik denk dat we het kunnen halen. 10.000 volgers, eind van dit jaar. Na een kort stukje inlopen, een paar keer strides en wat kleine kilometers, was het tijd om richting de start te gaan. Nog even wat high fives en we gaan beginnen aan de wedstrijd. En Anke, jij wil heel graag... We gaan van start en ik heb een doel voor ogen. 2 uur en 20 minuten. Dat is het doel voor deze wedstrijd. Ik wil graag kijken of dat gaat lukken. Het zal een hele hap zijn van mijn PR, maar ik wil dit proberen. 2 uur 20 is het doel voor Eindhoven om te lopen. Aan het begin van de wedstrijd is het altijd even tempo zoeken. Welk groepje gaat hoe hard lopen? En zeker in een veld als Eindhoven moet je goed kijken, want er zullen niet al te veel mensen rond die 2:20 gaan lopen in deze wedstrijd. Al vrij snel kwam ik in de groep met de eerste vrouwen en die had 2 hazen. En deze 2 hazen liepen op dit moment op mijn schema, 2 uur en 20 minuten. Dus ik dacht, aanhaken, hier moet ik bij blijven. In het groepje zelf zaten een aantal Belgische mannen en die hadden ook ongeveer gezegd 2 uur 20 minuten, dus ik bleef daarbij. Jullie support was echt geweldig, dus dankjewel. Ik heb zoveel smul gehoord, super tof. Zoals je kan zien zit ik mooi in een groepje. Het is belangrijk bij de marathon om energie te sparen. Dus probeer nou niet te veel vooraan te komen, in de groep blijven en proberen sowieso het eerste deel zo zuinig mogelijk er doorheen te gaan. Zoals je kan zien lopen de hazen een stuk voor de dames. De hazen lopen namelijk een stuk te hard. Ze lopen op 2:20 pace, terwijl ze dus eigenlijk op 2:24 pace moeten lopen, wat nog echt een flink verschil is. De dames kijken ook op hun horloge van, jongens, wat zijn we aan het doen? Maar ja, ik vind het op zich prima. Gewoon aanhaken aan deze groep, want ik had mijn persoonlijke hazen. We zijn bijna bij de eerste 5 kilometer en ik ben voor de dames gaan lopen en achter de pacers. Ik dacht, oké, ik wil aanhaken bij deze jongens nog. Ze lopen nog steeds op het schema wat ik wil, dus perfect. Het weer was qua temperatuur optimaal, maar het waaide echt flink. Dus het was wel lastig om voorop te lopen. Nou, hier liep ik dus een klein stukje voorop. En op zich, opletten Emiel, blijf in de groep. Je hoeft niet vooraan te lopen, dus zorg ervoor dat je in ieder geval in de groep blijft. De eerste 5 kilometer komen we door in 16 minuut 39, wat 4 seconden ongeveer langzamer is dan de pace die ik wil lopen. Dus eigenlijk perfect. Dit is het tempo wat ik wil lopen. Ik wil niet te snel doorkomen, dus dit kan ik aanhouden. Battle Tim staat klaar om mijn battles aan te geven en wat een luxe. Aan het eind staat hij altijd bij de drankpost te wachten en daar is hij. Bam, Battle Tim. Hij ziet dat het goed gaat en nu even drankje pakken. En gelijk weer in de groep toevoegen. Dus niet vooraan blijven lopen. Emiel, kom op, luister naar me.
Ik ga iets achteraan lopen, maar blijf toch nog steeds redelijk in de voorkant van de groep. Dit is iets waar ik wel op moet letten, want uiteindelijk is het gewoon energie besparen. En dat doe je niet door vooraan te blijven lopen. Dus meer in de groep gaan is iets waar ik nu op kan letten, want het gaat me later misschien mijn kop kosten. Blijf erbij, zorg ervoor dat je dus in die groep blijft. Deze twee mannen op de motor geven de pacers aan dat ze te hard lopen. Ze zeggen oké, rustig, want jullie lopen nu te hard. Dat klopt, want dat zei ik al, 2:24 was hun doel en we lopen nog steeds op 2:20 pace. Voorbij de 7 kilometer en de groep is nog steeds intact. Er zijn veel mensen en we lopen nog steeds samen met die pacers richting de eerste 10. We lopen hier bij ongeveer de eerste 10 kilometer en dit is het moment dat de eerste moeilijke keuzes moeten gemaakt worden uit de wedstrijd. De motor gaat naast de pacers rijden en die geeft aan, jongens, jullie moeten echt langzamer gaan, want die dames die zitten nog ongeveer net voorbij de start. Je ziet dat ze gelijk inzakken, tempo afneemt en wij moeten gaan kiezen, gaan we er voorbij om gelijk een nieuwe groep te vormen of blijven we nog eerste deel bij de pacers. Er wordt een nieuwe groep gevormd en ik sluit me daarbij aan. Ik denk ik moet aanhaken, deze damesgroep loopt sowieso op een schema wat eigenlijk veel te langzaam is. Ze hebben de eerste periode nu goed doorgelopen, maar dat zal waarschijnlijk vanaf nu een stuk langzamer gaan. We vormen een nieuwe groep en ik denk dat dit de juiste keuze is geweest op dit moment. We zijn dus bij 10 kilometer op 33 minuten en 25 seconden, wat 16:46 is, een 3:21 gemiddeld. Mijn idee was om ongeveer rond de 33:10 door te komen op de 10. Dus we zitten nu op 15 seconden langzamer dan mijn beoogde tempo. Maar nog geen paniek, want ik voel me hartstikke comfortabel en ik kan lekker met deze groep meelopen. Plus we gaan nu ietsje harder, dus de versnelling is daarin ingezet. Ik heb mijn drankje van Bottle Tim gehad en ik probeer zoveel mogelijk voeding in te nemen. Dus ik neem ook echt mijn tijd. Ik probeer zo lang mogelijk die bottle mee te nemen en elke keer zoveel mogelijk van de bottle te drinken. Het is belangrijk om voor een later stadium van de wedstrijd genoeg voeding te hebben. Dus nu gaat het nog makkelijk. Dus nu kan ik ook goed mijn tijd nemen om dit in te nemen. Bij de voedingsposten pak ik altijd zoveel mogelijk sponsjes. Het is al relaxed om met wat sponsjes te lopen, af en toe mijn gezicht af te kunnen doen. Zeker als de voeding al over de place is. Dus altijd wat sponsjes neem ik bij elke voedingspost die ze in ieder geval daar weggeven. We lopen in een lange lint, want het is hard aan het waaien. Het is belangrijk om zo min mogelijk energie te verbruiken, maar het is echt pittig omdat de wind echt hard aan het waaien is. Je wil niet te veel tempo verliezen, maar je wil ook niet te veel energie verliezen. Dus je moet goed in balans gaan kijken, oké, wat wordt de pace, hoe hard gaan we lopen en dadelijk met windje B misschien nog ietsje harder. We komen steeds dichter bij kilometer 15 en ik voel me echt nog top. Dus ondanks dat het weer best pittig is, voel ik me echt goed en kan ik de tempo echt goed aanhouden. We hebben nog een flinke groep, dus dat viel me op. Daar was ik echt heel blij mee waar we in konden lopen. Alleen we moeten wel oppassen dat we niet het tempo laten versloffen. Ik zit hier te denken, oké, blijf nog in de groep. We gaan even kijken hoe ik bij 15 kilometer doorkom en kijken wat voor tijd dat is. Als dat een goede tijd is, dan blijf ik erbij en anders ga ik kijken of we misschien wat tempo's kunnen versnellen. We zijn bijna bij het volgende drankpunt en Bottle Tim staat weer klaar. Hij geeft een knikje. Het gaat allemaal goed. Cruise control, dat is het idee. Rustig doorgaan en nu richting die 15 kilometer en kijken hoe het daar is. Kom op, Mil, smoke. Kom op, vriend. Op de helft van deze weg is het 15 kilometer punt. En op dat moment ga ik dus even de balans opmaken. Wat ga ik doen? Zoals je kan zien wordt het ook op tv uitgezonden. Dit zijn de eerste Belgische jongens, of nummer 2 en 3 ongeveer. En er is een super groot gat achter ons en een super groot gat voor ons. Dus het is heel duidelijk dat er niemand meer is voor of achter ons. Dus je kan ook niet echt naar een volgende groep of naar een vorige groep gaan. Deze jongens, daar moet je het wel mee doen. Alleen ja, het tempo moet natuurlijk wel goed genoeg zijn. We komen 15 kilometer door in 50 minuten 19, wat een 16:54 split is, waar ik denk van, oké, we gaan nu echt te langzaam. Want als dit door blijft gaan en deze kilometers,
dan ga ik uiteindelijk aan het eind veel te veel moeten versnellen en dat ga ik waarschijnlijk niet halen. Dit is de tweede grote keuze uit de wedstrijd, want ik besluit hier om de leiding te nemen en te gaan versnellen. Ik wil graag nu een stuk harder lopen, want dit tempo is gewoon te langzaam. De vorige 5 kilometer liepen we in 3:23, wat een 3:19 pace moet zijn om het doel te halen. Dus er moet wat gas bij. Ik heb het idee dat de groep een beetje in slaap aan het vallen was, dus ik dacht oké, even gas erop, ik ga hem versnellen. Ik dacht dat de groep wel zou volgen, maar de groep laat een gaatje. Dat is op zich niet heel handig in deze wedstrijd, maar ik denk oké, ik wil wel de tempo doorlopen, dus als het moet, dan moet het maar, dan ga ik alleen op pad. We gaan het wel zien, ik denk in ieder geval, let's go, harder tempo, want dit is hem niet. Oh, ga je de groep verlaten? Ja, langzaam. Oké. Trisha zei nog van oké, weet je dit zeker? Maar ik dacht, ja, het gaat gewoon te langzaam. Als ik dit blijf doorlopen, dan heb ik een leuke tijd, maar niet de tijd waar ik voor wil gaan. Dus, gas erop, we gaan. Een kleine kilometer verderop is de groep weer bij elkaar gekomen. Ik ben niet veel langzamer gaan lopen, dus de groep heeft het tempo een beetje meer opgezet. Dus dat is mooi. Ik heb een slinger gegeven aan deze groep. Lekker, dan gaat iemand met je mee. Nice. En Christian geeft even aan dat het mooi is dat iemand met me meegaat, wat natuurlijk zo is. Want ja, de marathon loop je toch ook wel met z'n allen. Zeker in de beginfase van de wedstrijd. Dus wel tevreden dat de groep in ieder geval heeft gereageerd en dat we lekker op een hoger tempo door kunnen. Het is weer tijd voor wat sponsjes en we gaan richting de 20 kilometer, richting de halve marathon. En dat zijn de belangrijke momenten, want daar ga ik even kijken hoe we doorkomen, lopen op schema. Het tempo heb ik dus ietsje hoger gemaakt en we lopen nu op dit moment op kilometer 17. Het voelt nog goed, we hebben nog een mooie groep, we kunnen door, maar we zijn nog niet eens op de helft, dus let's go. Ik loop flinke stukken voorop nu en op een gegeven moment denk ik opeens, oh, ik loop er wel heel lang nu voorop. Dus ik laat even wat tempo gaan en ik laat de rest vooraan lopen, zodat we een beetje kunnen samenwerken. Ik sluit me weer aan in de groep en het is verstandig om ook kop over kop te lopen. In ieder geval niet de hele tijd de koppositie te pakken. Dus ik ga lekker in de groep zitten en probeer wat uit de wind te zijn. Bijna zover, we zijn bijna bij de halve marathon en daar ga ik kijken wat de volgende keuzes zijn voor de wedstrijd. Het is weer tijd voor de volgende battle. Battle Tim staat klaar om de volgende voeding te geven en dat is kilometer 20. Hij ziet aan me dat het allemaal nog goed gaat en Christian en ik krijgen support. Hey Christian, kom op helemaal! De versnelling vanaf kilometer 15 heeft geholpen, want we hebben een split van 16 minuten 20, wat 3:16 gemiddeld is. Je ziet dat er iemand in een rood shirtje verder vooruit loopt. Die loopt echt hard door en ik denk oké, ik wil wel nog een beetje op de pace blijven waar ik loop. En ik loop met deze jongen met de mooie bril een stuk verder richting die halve marathon. Ik wil eerst kijken hoeveel we doorkomen. Ik kijk niet op mijn horloge, ik wil gewoon kijken bij de borden als ik bij de halve marathon ben en daar de keuze maken wat ik ga doen. Lekker bezig, Philip. Lekker bezig, jongen. Kom op, Emiel. Lekker bezig. Laurens, Steven, Tim. We komen de halve marathon door in 1 uur 10 minuten en 9 seconden. Dus we lopen weer goed op schema. Ik zal 9 seconden moeten goedmaken in het tweede deel van de halve marathon om precies 2:20 te lopen. Maar het loopt in ieder geval goed op schema. Vanaf kilometer 15 dus veel secondes bijgelopen en ik voel me goed. Ik maak nu de beslissing om gewoon door te zetten. Ik verlaat deze groep. Ik denk oké, het is nu de halve marathon geweest. Ik ben er klaar voor. Ik ga ervoor. Ik wil nu lopen richting kilometer 25 en ik wil het tempo wat we hadden aanhouden. Doorzetten, doorzetten. Dit is een prachtige straat, goede support. En het tweede deel wil ik harder lopen dan het eerste deel. Let's go. De groep is weer aangesloten en we lopen nu door naar 25 kilometer. En het is op zich prettig, want dit is een stuk waar flink wind staat.
We gaan hier de brug onderdoor en daarna linksaf. En op dat moment hebben we de wind in de rug. En ik voel dat en ik denk, oké, hier kan ik wat tempo pakken. Ik pak weer de leiding en ik probeer gewoon goed tempo te houden, lekker door te lopen, want ik voel, er zit nu wind in de rug en energie is hoog. Dus ik denk, oké, hier kan ik weer even lekker doorpakken. Ik zeg tegen deze twee pacers 3:19, come on. Maar ze hadden geen zin meer, helaas. Kom op, schatje. Ik heb benen, schat. De afstand tot de groep wordt nu wel echt steeds groter. Er is één iemand die probeert aan te haken en dat is de man met de goede bril. We zijn bijna bij de volgende battle. Battle voor kilometer 25 van Battle Tim. Ik pak de battle aan en hij geeft aan alleen maar wind mee. Deze straat is heel lang met wind mee. En dat geeft me zo'n boost om nog extra te gaan dat ik hier nog eventjes goed tempo aanzet. Kilometer 25 zijn we ongeveer en ik ga lekker. Ja, je bent nu echt van die groep aan het weglopen. Jij ziet er ook goed uit, Tim. De versnelling met het windje mee kon de groep niet handelen, alleen deze jongen. Dus we lopen samen verder. Hij heeft het gat gedicht en samen kunnen we dus op pad richting kilometer 30. We zitten ongeveer bij kilometer 27 en deze jongen loopt hard door. En ik denk, oké. Ga ik hierbij blijven? Op zich, als ik ietsje gas terugneem, dan kan ik ook nog wel op dit tempo door. En dan zou ik die finish moeten halen. Misschien als ik te hard ga, dan blaas ik mezelf te veel op. Dus ik maak hier de keuze om toch een beetje afstand te nemen en mijn eigen wedstrijd te lopen. Misschien kom ik hem later weer tegen. Blijf bij hem, hè? Ik schud nee, want ik denk, oké, ik wil mijn eigen tempo hierin lopen. En ik moet niet te veel focussen op het tempo wat hij loopt. Daarnaast begin ik een klein beetje van die twitchen te krijgen in mijn kuiten. En dat is het begin van een zware periode die eraan zit te komen. Zoals je hoort kan ik nog rustig communiceren. Hij gaat te hard en dat was ook zo, dus ik moet mijn eigen race lopen. We zijn bijna bij kilometer 30 en bij 30 wordt het lastig. Ik kom 30 kilometer door in 1:39:38, wat een 16:29 is. Een split van 3:18, dus tempo is opgevoerd. Ik sla zo meteen een bocht rechtsaf het universiteitenpark op en ik krijg vol wind tegen. En mijn kuiten die beginnen kramp te krijgen. En het is een weg, jongens. Nou, die is oneindig lang rechtdoor. Er is niemand. Aan de rechterkant is niemand. Er staat één DJ-auto alleen te DJ'en. En ik denk even, dit is het moment dat ik het even pittig heb. Dus ik kom nu door met mooie tijden. Alleen mijn benen beginnen echt heel erg pijn te voelen. En er is niemand. Krisha kon ook niet mee daarheen. Dus ook daar heb ik geen beelden van. Maar het is pittig. Dus kilometer 30 tot en met 35. Och, dat was eventjes heel erg doorbijten. En dat ligt niet aan de energie, want de energie was goed, duurvermogen was goed. Alleen mijn benen begonnen echt kramp te krijgen en de wind was vol tegen. En dat zat mij ook een beetje tegen. Tussen kilometer 30 en 35 heb ik het super zwaar, maar ik kan de tempo aanhouden. Dit is kilometer 34 en ik loop nog door, maar ik heb wel echt overal pijn. Mijn kuiten krijgen zieke kramp en het is pittig. Ik kom 35 kilometer door in 1:56:15. Ik loop nog op schema 7 kilometer, maar ik voel dat ik het niet kan houden. Ik heb zoveel kramp in mijn kuit dat elke keer als ik op mijn voorvoet loop, het heel erg in mijn kuit schiet. Dus ik moest eigenlijk vanaf nu de hele tijd op mijn hielen gaan lopen. Dus ik loop erg achter. En als ik iets tempo ging versnellen om weer terug te gaan naar het tempo wat ik wil gaan lopen, schoot het gelijk te heel hard in. Dus ik moest een keuze maken. Ga ik voor een super PR sub 220 met de kans dat de kramper zo hard inschiet dat ik gewoon niet meer verder kan? Of ga ik ietsje gas terugnemen en proberen die kramp vanuit die heel loop gewoon zo min mogelijk te krijgen? Ik kies ervoor om het tempo iets af te laten nemen en op mijn hiel lopend zo min mogelijk kramp te krijgen. Ik voel dat ik het tempo moet loslaten, maar ik ben zo dichtbij. Come on. Kom op, Emiel. Die PR voor het swil.
Hou vol! De kramp schiet er overal in, maar ik probeer bij te blijven. Ik wil niet te veel verliezen. Elke keer probeer ik iets op de voorvoet te lopen. Schiet er weer in, ga ik weer terug op de hielen. Maar we zijn er bijna, ik ga de stad in. Ik probeer te denken aan wat de trainer me leert. Ontspannen. Smeul! Dus ik probeer hier een ontspannen gezicht te houden, terwijl alles verkrampt. Ontspannen gezicht van korte duur, maar het is zo dichtbij. Nog 2 kilometer en dan ben ik er. Ik moet dit toch kunnen halen. Hoeveel verval heb ik? Vanaf kilometer 35 heb ik niet meer op mijn horloge gekeken. Dus ik heb echt geen idee op welke tijd ik loop. Ik voel dat ik langzamer loop, maar ik weet niet precies op welke tijd. We gaan nu echt de stad in. Nog een paar bochten, dan zijn we er. Iets meer dan 1 kilometer. En zelfs 1 kilometer voelt nu echt heel erg ver weg. Doorbijten, Emiel. Kom op, want dit wordt gewoon een zieke tijd. Ik voel het. Nog een paar bochten en dan ben je er. Gaat het lukken om die 2:20 te halen? Elke seconde telt. Op Emiel! We gaan door de bekende Haag van Eindhoven. Kom op, Emiel! Kom aan, hè. Ik krijg superveel support en dat zorgt ervoor dat ik nog een laatste zetje kan geven. Ik probeer alles eruit te halen en oké, het randje opzoeken. Net niet dat de kramp er helemaal in schiet, maar wel dat ik nog doorloop. Het bruggetje op en de laatste scherpe bocht en ik weet het, ik ben er nu zo dichtbij. Alles geven. Ik weet dat het waarschijnlijk wel een PR wordt, dus alles eruit persen. Ik weet alleen niet op welke tijd ik loop. Ik kan de klok nog niet zien. Ik heb geen energie om op mijn horloge te kijken. Heeft ook totaal geen zin, want ik moet nu sprinten voor mijn leven. Alles geven, want die laatste secondes tellen ook nog mee. Ik draai de bocht in en ik zie de klok. En tot mijn grote verbazing zie ik 2:20 staan. De tweede Nederlander worden net dus het verhaal van Manuel de Bakker. En het gaat gewoon lukken. Als tweede Nederlander ga ik finishen in de 2:20. En wat een mooie marathon. Want hij was zo super zwaar met die wind, met de kramp. Maar het is gewoon gelukt. 2:20 en 27 seconden. Ik ga zitten, wat ik beter niet had kunnen doen. Het deed inderdaad pijn. De kramp schoot er behoorlijk in, maar uiteindelijk viel het best wel mee. Ik heb een goede massage gehad. Kijk even naar die vlaggen hierachter. De wind was zo pittig, dus om zo'n tijd te lopen met zulke omstandigheden ben ik heel blij mee. Ik heb mijn PR met meer dan 3 minuten verbeterd. Echt zo tevreden ermee. Ik wil nog wel even zeggen dat die schil niet van mij was. Dat was uit enthousiasme van iemand die naast me stond. Snel wel even opstaan om de benen te strekken. Even richting het hekje, want het schoot er nog wel aardig in. Maar na een klein beetje stretchen ging het wel weer. Paddle Tim stond alweer bij de finish klaar. De man gaat hard. Ik was weer een beetje op aarde aan het komen. En de trainer Adilson was natuurlijk hartstikke trots. Chrisje had een perskaart geregeld, dus ze had een heel mooi hesje en een kaartje. Dus ze hoorden er helemaal bij. Ik ben zo blij met de 2:20, weet ik veel, half of zo. Ik kreeg vanaf kilometer 35 zieke kramp. Elke keer als ik iets tempo hoger deed, schoot het er super erg in. En ik was zo bang dat ik überhaupt het finish niet zou halen, want ik dacht het ging zo hard erin. Maar het is wel echt gelukt. Echt heel blij. Zoveel pijn. Na afloop was er nog ruimte voor een massage en die kon ik wel gebruiken. Dus ik kwam even eentje halen. Ik had een massage. Nou, dan toch uiteindelijk niet voor niks mijn benen geschoren. Nu kan ik lekker genieten van deze massage, dus dat is wel prettig. Goed voor het herstel, dus heel prettig om deze massage te mogen ontvangen. Ik wil graag iedereen bedanken voor al jullie support. Ik heb echt honderden berichtjes gehad, zoveel reacties, mensen langs de kant. Ik heb Smurl gehoord, Feyenoord, Emiel. Het was echt ongelooflijk. En dat doet me zo goed dat ik zoveel support krijg. Hartstikke bedankt daarvoor. Ik hoor al jullie support, alleen aan het eind kan ik echt niet meer reageren. Dus bedankt daarvoor. Weet dat ik het wel allemaal hoor en meekrijg. Super vet. Ik heb een clubrecord gelopen.
2:20 is toch echt wel een mooie drempel en we kunnen daar onderdoor. Ik ga eerst genieten van dit moment en daarna gaan we samen richting de Valencia Marathon die ik op 1 december ga doen. Ik ga naar Kenia om daar op trainingskamp te gaan. Dus jullie kunnen dat allemaal volgen als je like, subscribe en dan zie ik jullie bij de volgende video's. Hartstikke bedankt jongens, ik ga nog even nagenieten.